Meneer Van Rossum, bent u klaar? Klaar. Goed zo. Goedemorgen, Sinterklaas. Goedemorgen, meneer Kooi. Wat een eer om u hier te treffen in de winkelpassage van Almelo. Ja, ja. Wij moeten natuurlijk een beetje rondkijken. Ik heb heel veel verlanglijstjes gekregen. En dan moeten we even kijken waar we hier de cadeautjes kunnen kopen. Hè. Maar u heeft vast nog wel tijd voor een vraag. Natuurlijk heb ik daar wel even tijd voor. Nou, u weet dat er in Nederland vorige week verkiezingen zijn geweest, Sint. Ja. En de vraag aan u is, komt er snel een nieuw kabinet? Nou, ik vrees met grote vrezen dat dat niet gaat gebeuren. Er zijn zoveel tegenstrijdigheden in de verschillende partijen hier in Nederland. Ik vrees dat dat niet gaat gebeuren. Zou u als wijs iemand geen rol kunnen spelen in de vorming van een nieuw kabinet? Ik had eigenlijk wel verwacht dat ze mij als verkenner zouden vragen. Ja. Dat had ik eigenlijk wel verwacht. Ik heb vroeger bij de scouting gezeten. En het zou natuurlijk een heel goede keuze zijn geweest om mij als verkenner te vragen. Hoe kan het zijn dat ze niet aan u hebben gedacht? Ja, ze zijn er mijn deur voorbij gegaan, noemen ze dat dan, hè? Ja. Ja. Mag ik naar een van uw Pieten gaan? U mag zeker bij mijn Pieten informeren. Hoe denkt u erover, Piet? Komt er snel een nieuw kabinet? Ik hoop het wel, maar ik denk het niet. Wat Sinterklaas zegt, zoveel verschillende meningen. Maar we hopen wel dat er snel een nieuw kabinet wordt. Maar daar moeten we niet van uitgaan. Maar in Spanje is de vorming van een nieuw kabinet geen probleem, ik gehoord. Nee, klopt. Helpt Sinterklaas ook mee daar, dus... Achter de schermen. Ja, achter de schermen. Gebracht, hè? Okay. Achter de schermen. Ja. Ja. Nou, dan gaan we even naar de volgende, Piet. Piet, komt er snel een nieuw kabinet? Het zou wel een cadeautje zijn, maar je weet het niet, hè? Waar is het van afhankelijk of er een nieuw kabinet komt? Dat we allemaal een beetje meedenken, denk ik. En Piet? Ja, dezelfde vragen, hè? Ja. Nee, ik denk hetzelfde eigenlijk wat hier ook wordt gezegd. Maar ze zullen allemaal een klein stukje moeten inleveren, denk ik ook. Dus goed in overleg. En ik denk dat het dan wel goed komt. Dan gaan we weer even terug naar Sinterklaas. Verwacht u uiteindelijk een positief resultaat? Nou, ik heb het net al gezegd. Ik vind het zeer moeilijk om daar een antwoord op te geven. De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. En partijen die zouden samenwerken, die hebben allemaal dat ja maar erachter staan. Ja maar. En dat is een probleem. Wat moet er dan gebeuren als er geen nieuw kabinet komt? Ja, dan zitten we in een nieuwe fase. Dan betekent het of over links of over rechts hebben we dan geprobeerd. Door het midden hebben we dan al geprobeerd. Ik denk dat we dan naar nieuwe verkiezingen toe zijn. Ja. Het is toch wel jammer dat oud-minister Plasterk en huidige verkenner uw telefoonnummer blijkbaar niet heeft. Nee, terwijl dat vroeger mijn werkgever was. Hè. Ja, ik weet het niet. Nou, misschien kunt u op de achtergrond toch nog een rol spelen. Als u mij het nummer doorgeeft dan van meneer Plasterk, dan zorg ik dat ik contact opneem. We gaan zo meteen even googlen en dan ziet u zijn telefoonnummer vast verschijnen. Goed zo. Een goede tijd in Almelo, Sint en Pieten. Dank u wel. En u een fijn december en fijne pakjesavond. Dank u wel. Ja, fijne dag verder. Fijne dag en een fijne pakjesavond. Dank u. En Almelo is zo, hè. Almelo is zo. Er gaat niets boven. Almelo. Dank u wel, Sint. Een fijne dag. Dank u wel. Dag. Dag. Nou, tot ziens, hè. Ja, geweldig. Super.